Hallo Rode Ridder fans, ik ben Robert. Ik ben de oprichter van de Rode Ridder Wikia. Hier vaak bekend als de Rode Ridder vlogger. Vandaag gaan we het hebben over Rode Ridder schrijver Marc Legendre. Wie de naam Marc Legendre hoort, weet dat dit een belletje doet rinkelen. Marc stond eerder bekend onder de naam Ikke. Marc is vooral bekend bij het publiek van zijn werk van Bibel. Dit is Bibel. Hier die strip hieronder. En hieronder stond hij dus bekend onder de naam Ikke. Veel van Marc's verhalen verschenen in de megastripboek. En dit is zo'n megastripboek waarin Sammy verscheen. Hier is Sammy. Hier zo. Is Sammy. Natuurlijk heeft Marc ook veel betekend in de stripwereld. Zo doet hij momenteel de Robbedoes Special onder andere. Dit is een Robbedoes Special. En daar zijn momenteel twee delen van. En voorin heet hij ook Ajak. Ajak en Por. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ajak en Por. Die bestond uit drie delen. En hij had ook de zesdelige Amoras-reeks. Amoras 1. Amoras 2. Amoras 3. Amoras 4. Amoras 5. En Amoras 6. Dit was echter niet het laatste van de Amoras-reeks. Er kwam ook nog een The Making of Amoras achter de schermen. De Amoras-cyclus was compleet. Maar hierna verscheen een tijd later nog iets. En dat is de Chronieken van Amoras. Al deze verhalen zijn geschreven door Marc Legendre en getekend door Charles Cambrai. Dit is het huidige werk dus van een Amoras en Robbedoes. Allebei door Marc Legendre en Charles Cambrai. Ook heeft Marc eerder met een Rode Ridder werknemer gewerkt. Hier bij de strip van 7. Hier hebben we hier zo. Linksboven is Karel Biddeloo. En hier helemaal linksonder is Marc Legendre. Werkte ze aan de strip van 7. Maar Marc was toen nog lang niet in werknemer van de Rode Ridder. Want dat was Karel Biddeloo. En hier zo rechts is zijn karakter Bibel. En die wordt geschreven door Marc Legendre. En de Rode Ridder werd getekend door Karel Biddeloo. Maar dit is geen officieel Rode Ridder strip. Deze strip behoort tot gewoon een standaard uitgeverij product. Dat onder geen officiële labeling valt van een van de stripalbums hier, die hier staan. Ook verschenen sommige werken van Marc Legendre. Hier weer de Rode Ridder, ook nog onder Karel Biddeloo. Ook nog in boeken. Hier Sammy weer. En ook Bibel verschijnt hier. Bibel. En de Rode Ridder. En Sammy. Sam en de Rode Ridder. Sorry, ik bedoelde net Sammy de keren dat ik Sam zei. En nog een keer dat hij met de Rode Ridder te maken had. Een soort van vervolg op 180.
De Schat van Dijkland, geschreven en getekend door Karel Biddelo. Dit is De Wraak van Wuiten, maar dat is ook niet, valt niet onder de officiële labeling van een Rode Ridder gerelateerd album. Dit album kun je ook gewoon zo loslezen, zonder het Rode Ridder album gelezen te hebben. Maar er staat wel, kleine spoiler, hier staat Thorwald uit De Schat van Dijkland. En je moet er wordt aanbevolen om wel dat album eerder te lezen, zodat je wel weet wat er aan de hand is in dat album. En zodat je weet wat er aan de hand is met dit album, waar het aan elkaar linkt. Dus ik hoop dat dat zo duidelijk voor jullie is. Maar wat heeft Mark de Genre nou betekent voor de Rode Ridder? Nou, in het begin schreef hij het tweeluik Het Godsgericht en De Duivelse Poppenspeler. Behorende tot het Enid tweeluik. En deze waren getekend door Cloud Scrolls van Tijdperk 3. Daarna volgde nog De Zwarte Weduwe, De Helflied en De Kinderrovers. Het dan laatste album van Mark Legendre tijdens Tijdperk 3. Maar wat zit het einde van Mark Legendre's carrière voor de Rode Ridder? Nee, maar eerst gaan we nog eens een klein stapje terugnemen. Want dan vatten we meteen alles mooi samen. Hier hebben we de boekenreeks waarmee Mark Legendre voor de Rode Ridder begon. De Vloek van Malfrat. En daar komen we zo nog op terug. En het tweede boek, De Gevangene van de Sultan. De boekenreeks werd dan na twee boeken gestopt. Er was wel een derde boek aangekondigd, De Hellemond. Maar dat was gestopt vanwege de niet goede verkoopcijfers. De Hellemond zou echter nog op een andere manier terugkeren, maar daar ook zo dadelijk wat over. En, dit is Klaus Scholz van Tijdperk 3. Tijdperk 4 begon echter met Fabio Bono als nieuwe tekenaar en vervanger voor Klaus Scholz. En dat heeft te maken met het boek dat ik jullie net liet zien. De Vloek van Malfrat. Malfrat verschijnt echter in zowel het boek als de strip. En komen gelijke dingen in voor. Maar dat is maar halverwege. Alleen de eerste twee strips tonen gelijkenissen met het eerste boek. Dus De Uitverkorene, album 250, en De Gevangene, 251, die tonen gelijkenissen met het boek De Vloek van Malfrat. Vanaf album 250 begon dus Tijdperk 4 Fabio Bono. Daar waren de albums 250, 251, 252, 253, 254, 255 en momenteel het meest recente album 256, Het Offer. Het voorlaatste deel van de Uitverkorene cyclus en behoort tot de nieuwe reeks deel 2. Ook was ik jullie net iets vergeten te laten zien. Dit is ook weer een megastripboek. Waarin Sam is te zien. Ook van Mark Legendre. En hier hebben we weer de Rode Ridder door Karel Biddelo. Dus dit is een megastripboek waar iets van Mark Legendre in voorkomt. Het Offer. Die is dus het voorlaatste deel van de Uitverkorene cyclus. En daar komt nog één deel
En dan is de cyclus over en dan beginnen ze weer met losse albums. Zoals voorheen. Zoals dit album, deze Franse uitgave van De Overlevende, album 108. En dit is een Franse editie dus. En om daar nou mooi de cirkel rond te krijgen, er zouden nog Franse edities in de maak zijn van de huidige Rode Ridder. Dus ja, en daar wordt dan en na album 256 zouden dus alleenstaande verhalen weer zoals De Overlevende verschijnen. Nou, ik wil iedereen bedanken voor het kijken en veel Rode Ridder plezier. Dankjewel en kijk voor de links hieronder. Om abonnee te worden, druk op de rode knop. Dankjewel voor het kijken en veel Rode Ridder plezier.